Goedemorgen, Otto Grevink hier. Ik sta hier voor het RKC-stadion dat daar ergens in de mooie zon ligt. En ik vraag me af, wat zou Cruijff gevonden hebben van RKC? Als je de bal niet hebt, kun je niet scoren. Nou, we wensen ze maar veel succes weer vanavond tegen FC Eindhoven, de club uit mijn geboortegrond. We gaan het zien. Nee, maar alle gekheid. Een week geleden inmiddels was het Goede Vrijdag en toen stonden alle kranten vol van het overlijden van Johan Cruijff. Volle pagina's, allerlei artikelen, ook met vergelijkingen met de echte verlosser. Nou, mijn nekharen gingen ervan overeind staan. Ik hou ook niet zo van voetbal, moet ik je ook heel eerlijk zeggen. Maar ook los daarvan voelde het voor mij allemaal een beetje erg too much. Iets wat misschien Cruijff ook niet gewild zou hebben. Maar goed, daar kan ik niet over oordelen. In ieder geval, mijn nekharen gingen een beetje overeind staan. Maar ik leerde er ook uit de afgelopen week dat als je nekharen overeind gaan staan, dat je dan ook bepaalde dingen niet kunt zien, omdat je te vooringenomen bent. En als ik dan de afgelopen week zo erover nadenk en er met andere mensen over spreek, dan leer ik iets anders. Dan denk ik, wat is daar nou gebeurd? En dan herinner je dat in het begin van die week die aanslagen in Brussel waren. Die aanslagen waarom veel mensen ook zeiden, waarom is er nou ineens weer zoveel ophef over de dood van een belangrijke voetballer, terwijl er zoveel andere dingen aan de hand zijn? Ja, maar misschien daarom juist. Misschien laat het ook wel weer zien dat sport verbindt en dat Cruijff, net zoals zoveel andere mensen, als neutraal, niet politiek, maar sportief figuur, gewoon een verbindende functie had. En dat het eigenlijk, toen het gebeurde, een manier was om met elkaar stil te staan bij het leven, misschien met elkaar ook stil te staan bij het rouwen. In ieder geval niet meer tegenover elkaar te staan of de spanning te voelen of angst, maar juist ook stil te staan bij mooie dingen en bij het verleden en bij iets dat ons verbindt, sport. Dus ik ben er ook een beetje anders in gaan staan. En ik vind het nog steeds een bijzondere timing, laten we het daarop houden. Het is ook heel verschrikkelijk voor de familie, maar ook bij overlijdens in kleine kring zie je dat verbindt. En misschien hadden we dat nodig, is raar gezegd, maar toen het gebeurde werd het misschien wel daarom extra aangegrepen. En dat het dan gebeurt in de week voor Pasen, ja, dat is dan ook maar even zo. Maar dat bepaalt dan ons ook weer bij de vraag van leven en dood en de hoop die we hebben. Maar dat is een inzicht wat ik met je wilde delen. Ik hoop dat je een fijn en zonnig weekend hebt. Geniet ervan. Dag.